Ja? Oh! Knol Power! Hallo dames en heren en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en Deetje staat in de keuken. En het lijkt ons heel erg leuk, en dat gaan jullie dan ook straks zien, om iets te doen met Pasen. Zelf heb ik altijd mooie eitjes beschilderd. Dus dat gaan we straks doen, wordt super gaaf. Maar eerst gaan we eventjes naar de keuken, naar deze paashaas, die het wel eventjes een beetje verpest heeft. Ik doe precies wat er op de verpakking staat, precies. En wat is er gebeurd? Nou, kijk maar in de oven. Oh nee, het is echt compleet overstroomd. Dat wat daar op de grond ligt, dat is dus over deze bakjes heen gegaan druipen. En dat is gevallen op die bakplaat. Dat is dus niet de bedoeling. Maar wat wel de bedoeling is, is dat deze eitjes aan het koken zijn die we gaan gebruiken. Nou, je bent nu geen vrolijke paashaas, maar dat word je straks wel weer. En waarom Dee weer heel erg vrolijk wordt, is omdat we allemaal leuke dingen hier op tafel hebben gezet. Want wij gaan paasdingen doen vandaag. Yay! Yes! Ik heb hier een hartstikke leuke haarband. Oh, pas nou op, straks gaat het weer fout. En er staat op Tok. Ja, ik vond jou op een chickie lijken. Tadaa. Wauw. Schat, jij snapt een haarband niet. Haarband moet achter je oren. Achter mijn oren? Ja, kijk. Mooi! Nou, ik ben best blij dat ik het niet begrijp, zo'n haarband als jongens zijnde. Ja, nou, je ziet de haarband niet eens, want je haar zit ervoor. We zijn er klaar voor. Nee, nee, oh my god, dit was decoratie. Kijk nou wat je doet, nou ligt dit allemaal zo in beeld. Dat was niet de bedoeling. Ik had gewoon al een beetje trek gekregen. Oké, okay. Nou, heb je geluk, want we hebben alleen maar lekkere dingen vandaag. Oké. Okay. Waar wil je mee beginnen? Met dit. Met dit, ik ook, want ik ben heel benieuwd. Ik heb namelijk net even gekeken en de vraag is nog maar of ons ei überhaupt in dit apparaatje past. Zullen we daar eens even naar kijken? Zullen we daar naar kijken? Ik geef jou een ei. En weten jullie ook de reden waarom we dit aan het doen zijn? Het is bijna Pasen. Ja. Het is bijna Pasen. En dat is niet de enige reden. Want jij hebt via Instagram laatst een winactie gedaan voor de merchandise die op 1 april, en 1 april is toevallig Pasen. Ga je mij nou interviewen in mijn eigen vlog? Ja. Nou, dat niet toch? Ja, nee, vraag maar hoor. Zie je, dit past niet hoor, schat. Jawel, kijk. Oké, doe mijn ook. Ik ben die expert. Ik deed dit altijd als klein kind. Nou goed, 1 april dus. 1 april, nieuwe merchandise. Blauwe truien en shirts, zoals deze. En die heb ik al weggegeven, tenminste een hoodie op mijn Instagram. Yes, dus wij dachten, hoe kunnen we deze video nou net nog ietsjes leuker maken? We gaan je nu allemaal tips geven hoe je de leukste paaseieren kan maken, maar ook hoe je de leukste paascakejes kan maken. Datgene wat net een klein beetje misging in de oven. Maar we hebben er een paar weten te redden, dus het komt allemaal goed. De bedoeling is dus dat jij via Instagram jouw paasei of paascakeje naar ons toestuurt. Ja, dat is moeilijk hè? Mijn ei is groter. Ah, zo, hij zit ertussen. Oftewel, deel jouw creatie, tag ons erin en wie weet maak jij wel kans op dit mooie t-shirt. Ja. Dus zorg dat je dat doet. 1 april maken we de winnaar bekend, dus doe het voor 1 april. Dan hoor je het. Ja, zeker weten. Dan ga ik die zo snel mogelijk naar jullie toesturen. Dus heel erg veel succes. Ik weet dat jullie het kunnen. En ik hoop dat ik het ook kan, want ik ben gewoon niet zo creatief met knutseldingen. Schatje, maar jij mag dit shirt hebben aan het einde van deze dag, oké? Okay? Als jij goed je best hebt gedaan, krijg jij je eigen t-shirt terug. Yes. Oké, okay. Goed, we gaan beginnen. Ik heb voor het verven niet alleen verf voor de eitjes. Maar we hebben nog meer. We hebben namelijk ook oogjes. Oké. Okay. Dus dat zijn van die oogjes die bewegen, weet je wel. En we hebben... Hele menselijke ogen dus. Hele menselijke ogen. En we hebben hier stickers. Leuk. Dus als je dat verven zat bent en je denkt van ik ga voor de makkelijke manier. Ik ben zat. Als je er één hebt geprobeerd en je bent het verven zat en je gaat voor de makkelijke manier, kan je dit proberen. Maar goed, okay. Beginnen met het verven. Maar hoe je dit moet doen is toch heel simpel. Je hebt hier een bakje met water en dan moet je dit zo hierin dippen. Even nat maken. Ja, en dan kan je zo, en je kan volgens mij ook met deze zo een beetje zo draaien zo. Ja, zodat je hem aan alle kanten hebt. Maar omdat onze eieren heel strak zitten kunnen we niet draaien, dus we moeten een beetje met de hand zo doen. Oh, maar dit wordt wel gaaf hoor. Gaan we even lekker knutselen, mensen. Ik vind dit leuk, hoor. Ik mis, dat vind ik echt... Als je kind bent nu nog, en je bent nog, zeg maar, beleefd dat je gewoon de hele dag een beetje kan knutselen, doe het, alsjeblieft. Knutselen is zo leuk. Het liefst zou ik nu nog de hele dag knutselen. Misschien moet ik juffrouw worden. Als juffrouw mag je ook knutselen. Ik heb een stom ei. Nee, schat, je bent een stom ei. Dat is wat anders. Ik wilde een rechte lijn maken. Ja,
Je moet het niet te serieus nemen, je moet toch gewoon een mooi ei maken. Nee, ik ga vet serieus eieren schilderen. Wat doe je nou? Nou kijk, ik wilde even laten zien dat ik een streepje eromheen heb. Wauw. Gaaf, hè? Ik heb de bovenkant blauw, kijk. Dat is leuk. Dat vind je helemaal niet leuk. Ik hoor in jouw sarcastische manier dat je het niet leuk vindt. Nee, ik vind hem echt kut. Nee, grapje, grapje. Wow. Wat is jouw leukste herinnering aan Pasen? Chocola. Chocola. Chocola! Ah, chocola! Ah! Ik koop nooit meer decoratie, nooit meer. Lekker. Ik wou het gewoon een beetje gezellig maken hier met de chocola. En wat doet meneer? Alles opeten. Eén ding is wel belangrijk, jongens. Stel je gaat dit soort dingen maken, zorg wel dat je eieren gekookt zijn. En het liefst hard gekookt. Want anders, als ze kapot gaan, dan ben je niet blij. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik heb dit nog nooit gedaan op mijn kanaal. Een beetje knutselen. We hadden er zin in, dus we dachten we doen het. Jij bent alleen nooit zo lang serieus. Nee, ik vind dat moeilijk. Ik ben altijd vet serieus met dit soort dingen. Jij loopt altijd een beetje aan te klooien. Maar ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Dat je bijvoorbeeld een broertje hebt of een zusje. Die dat dan minder serieus doet. Of jij juist degene bent die het minder serieus doet. En dat die ander zich er dan helemaal aan ergert. Maar goed, ieders ding. Jij kan beter buitenspelen dan ik. Buitenspelen? Ik was echt geen buitenspeelkind hoor, vroeger. Nee? Want maak je er ook een zooi van, ja. Heel wat... Het is maar goed dat ik een tafelkleed heb neergelegd hoor. Ja, daar is het ook voor. Om te knoeien. Ja. Die groen zie je bijna niet hoor. Nee? Nee. Nou, bedankt dat je het even met me deelt hoor. Ja, lief hè. Ga ik geen groen gebruiken. Zag je in dat tongetje? Dat zit in de familie van D. Als Quinn ook vet druk aan het game is, dan... Het is gewoon voor de concentratie. Dan komt dat tongetje zo naar buiten. Jeetje, jij wat bent... Wat zit je nou weer af te kijken dan? Ja, jij bent er veel te goed in. Nu lijk ik alsof ik helemaal niet kan. Dat kan je ook niet. Het is wel gek, want met Pasen hoort het super lekker weer te zijn. En toen wij oprecht dit aan het klaar waren zetten, was super lekker weer. En in één keer gaat het keihard regenen. Dus het is nu net of Pasen valt in de winter voor ons. Wat loop je? Je maakt echt een zooi van, joh. Nou, je bent lekker met jezelf bezig. Ik moet mijn ei naar je overgooien. Want ik heb er één. Oppas, hè, want ik doe het. Ik heb er één. En die is hard. Ik weet niet of jullie de vlog van de week hebben gezien, maar ik doe het. Nou, die heb ik niet gezien, hoor. Ik weet niet waar je het over hebt. Over dit. Mag ik het ook laten zien? Nee. Ik kan dit ook. Alsjeblieft, ik wil het één keer proberen. Dit is gewoon omdat je altijd dat soort stoeltrucjes bij mij doet. Alsjeblieft. Waar heb ik dit aan verdiend? Mijn geduld raakt bijna op en ik ben nog maar net op de helft. Je mag zo met stickertjes hoor. Ja, dit heb ik ook. Daar wil de verf niet pakken. Nee, mijn verf wil je niet op. Hoe zou dat komen? Je hebt er geen zin in. Daar plak ik dan wel een sticker. Ik maak echt een ei alsof een driejarige het heeft gemaakt. Je bent bijna drie. Yo, deze verf stinkt. Moet je eens ruiken dan? Het ruikt echt naar koeienpoep. Nee, dat hoeft toch helemaal niet? Ruik nou, dat ruikt echt naar koeienpoep. Nee. Ruik. Nee. Ik hoef niet te ruiken. Ruik! Nee. Ruik! Ik ga je paasaas onthoofd hoor. Ruik. Dan heb ik het in mijn neus. En dat vinden we natuurlijk allemaal heel erg grappig. Ik wel. Maar het stinkt wel, hè? Wat is het voor kleur? Paars. Dat is toch ineens mijn lievelingskleur ook? Wat is dan je lievelingskleur? Rood. Maar dat is mijn lievelingskleur al. Dat is irritant, want Enzo en ik leerden elkaar kennen. We hebben hetzelfde lievelingskleur en hetzelfde lievelingsgetal. Dat hoort niet. En we zingen ook nog eens hetzelfde liedje als ze jarig zijn. Er is de eenjarig, hoera. Oh, ik dacht, lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal je leven in de glorie. Hey, maar zullen we de mensen ook eventjes wat bijleren thuis? Of wat? Want waar komt Pasen nou eigenlijk vandaan? Pasen is een christelijk feest. Jij weet niet eens waar Pasen vandaan komt. Ik zou het echt niet weten. Nee, ik zeg het gewoon heel eerlijk. Ik dacht Pasen... Ik heb dit 8 jaar gehoord. Ik moet dit kennen. Ik heb op een christelijke school gezeten. Met Pasen eet je paashazen. Nee, met Pasen was ik... Jezus was eerst gekruisigd. Tot zover? Nee, luister, ik weet het. Pasen. Jezus was gekruisigd en toen ging hij weer opstaan. En toen was Pasen. Dus het is gewoon vrolijk hoor. Ik vind jou echt mooi, schat. Ik meen het. Ja? Ja, mijn is door dit gat echt verpest. Dat pakt gewoon niet. Ja, jou dat vind ik niet zo mooi hoor. Hou je mond. Lekker verven, mensen. Lekker verven. Ik neem mijn ei heel serieus. Want als het ei tegen mij zegt en zo even pauze, dan pauzeer ik eventjes. Wat lief van jou. Dat je zoveel rekening houdt. Zeker. Ah! Wil jij mijn eitjes zien? Heb jij een mooie strik om je eitjes? Nou, dankjewel. Oké,
Mijn ene ei is bijna af. Hij moet even drogen en dan ga ik er nog een mooi sticker op plakken. Maar dit is een pareltje. Wordt het een jongetjes- of een meisjes-ei? Nou, als je dat zo zegt, ik denk een meisje. Oké. Meidje, een licht meidje, meidje. Ik ben verdomd blij met mijn ei. Die is echt schattig geworden, zeg. Leuk, hè? Ja, die is echt leuk geworden. Ik ben er blij mee. Oké, dat is ei 1. Mag ik nog een ei? Wacht even. Wil jij ook stickers? Ik wil ook stickers. Ah, die is schattig. Leuk, hè? Die heb je echt mooi gemaakt. Kijk eens, mensen. Nou, als ik het kan, dan kunnen jullie het al helemaal. Ik vind hem helemaal mooi. Dit zijn de eerste twee die we hebben gemaakt. Gaan we er nog één maken? Ja? Ik wil er nog eentje. Jij ook nog eentje? Oh, moet dat? Oh. Moeten we alweer een ei schilderen? Dat ging nog maar net goed, of niet? Ja. Krijg jij niks te eten thuis of zo? Nee, dus doe ik het hier maar. Je hebt een lekker pik. Lekker hazie. Zit nou niet zo af te kijken. Ik wist niet dat het een wedstrijd was. Je vroeger altijd dit met dit apparaatje? Ja, maar ik had het idee dat het toen beter werkte. Ik heb nog nooit met het apparaatje gedaan, maar ik vind het ook niet heel handig of zo. Nou, ik dacht dat het inderdaad handiger zou zijn. Het idee is wel leuk. Wat ben je aan het doen? Nou, wat denk je dat ik aan het doen ben? Doe wat maak je. Ik krijg straks wat te zien. Het is ons geheimje nu, hè? Ja. Ik krijg deen nog niet te weten, nee. Niet zo kijken. Ja, dat komt door jou, ja. Aan het eind van de video heeft hij ook geen hoofd meer, hoor. Ik neem mijn werk wel heel serieus, hoor. Ik moet zeggen dat ik jou voor iemand die er geen zin in heeft aardig geconcentreerd bezig vind, meneer Knol. Ja. Zijn er nog andere 24-jarigen die dit doen, of ben ik de enige? Niet kijken! Je zat te kijken. Niet waar. Niet doen. Niet kijken. Ik kijk toch niet. Ik zit aan mijn hand te kijken. Zo doe je. Krijg ik nu een snor? Wat is het? Ja. Weet je wat vet eng is, denk ik? Stel voor, ik doe zo mijn ogen dicht. En dan doe ik daar zo'n oogje op. En ook op deze. Kijk, nu in mijn ogen. Oh, die kan ik niet meer openen. Laat mij maar kijken. Ja, dat is heel raar. Nu heb ik mijn ogen open. Nu is er niks aan de hand. Je bent en een soort nu in klaantje. Één keer, let op. Eng, hè? Heel eng. Ah. Oké. Ik heb denk ik het meest originele eitje gemaakt ooit. Want mijn ei heeft twee gezichten. Kijk, maak kennis met het mannetje. Dit is het mannetje. En 1, 2. Wow! Het is in één keer een vrouwtje geworden. Wauw. Is dat niet even leuk? Nee, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Is dat niet even leuk? Nee, hartstikke leuk. Het is niet leuk, het is hartstikke leuk. Oké, hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk. Die van mij is alleen een mannetje. Die is wel heel schattig met die stipjes. Schattig mannetje. Ja. Ik vind dat onze eitjes flink gelukt zijn. Maar welke kant moet ik nou laten zien? Ja, welke kant ben je trots op? Nou, zo. Zullen we door met de cakejes? Wij gaan door met de cakejes. Want voor de cakejes hebben we ook allemaal lekkers. We hebben namelijk hier gele versiering. We hebben roze paarse bloemetjes, want het is natuurlijk lente. En we hebben leuke prikkertjes. Maar het eerste wat we nodig hebben, moeten we nog eventjes maken. En ik dacht, dat ga ik niet zo net al maken. Dat ga ik nu maken, want wellicht kennen jullie die truc nog niet. Weet jij namelijk hoe je glazuur moet maken? Zodat het hier bovenop blijft liggen. En wist je dat al of heb ik jou dat net verteld een beetje in het daarom? Met poedersuiker en water. Oh, wat goed voor jou. Nou, ga maar pakken. Wil je dat alsjeblieft even pakken? Dan doe ik het zelf wel. Ga maar pakken. D, mag ik al weg? Nee. Grapje hoor, ik vind het heel leuk. Hey, hallo. Hi. Alles ei? Ja, ik moest het toch even bezighouden. Tuurlijk. Oké, poedersuiker dus. Stel je voor, je bent vergeten bij de winkel glazuur te kopen. Dan kan de poedersuiker je uit de brand helpen. Oké. Wat je namelijk doet is... Oh! Oh! Brand! Kijk, nu begint het leuk te worden. Brand! Wacht even.
Nee. Ik wil brand! Ik hou niet van dit trucje. Maar je kan hem toch aansteken? Waarom heb je een aansteker? Ja, weet ik ook niet. Ik dacht als het een niet werkt, kan het andere nog. Oké, als ik zeg ja, dan giet jij daar poedersuiker overheen. Waarom? Nou, dat gaat brand. Oké? Maar niet zoveel. Doe even dat andere, want je hebt twee openingen. Je moet een beetje die kleine. Doe dit thuis niet na. Oké, wacht even. Ja? Oh! Zag je dat? Nee! Brand! Leuk! Dat was leuk, hè? Ja, mag het nog een keer? Ja, oh, het stinkt! Ja, oké, okay, niet nog een keer. Oh. We gaan wel nog een keer. Dit is zo leuk. Ja, mijn hand zit alles onder. Zit eronder. Oké. Nou, dit soort dingetjes weet ik dan weer, hè? Even wachten. Ja. Gaaf, hè? Nog een keer. Oh! Je hand stond in de brand. Mijn hand stond in de brand. Oh, al je haren zijn weg. Oh, dat ruikt echt naar crème brûlée. Weet je wat dat flammeren ze zo? Flamberen? Nee. Oké. Nou, we gaan door. Kunnen we dat hierin doen? Ja, dat kunnen we hierin doen. Ja, joh. Wat je dus doet, is mega veel poedersuiker hierin. Dus mijn mama werd altijd boos dat ik altijd poedersuiker aan glazuur opmaakte. Ja. Oké. En dan heel klein... Het sneeuwt hier. Ja. Heel klein beetje water. Dus theelepeltje. Pak je water. Liever iets te weinig dan iets te veel, want dan moet je er weer nog meer poedersuiker bij gooien. Nou, het is nog niet genoeg, dus nog een beetje water erbij. Zo. En nu moet je dat poedersuiker gewoon met een watertje mengen. Dat is heel goed, schat. Heel goed. Oké, mooi zo. Wat je ook kan doen, als je liever een smaakje of een kleurtje erbij wil. Goed opletten. Goed opletten. Is aanmaaklimonade erin doen. In plaats van water, aanmaaklimonade. Oké. Kijk eens hoe goed het is gelukt. Oké, maak hem iets dikker nog. Vertel waarom. Dan blijft het beter zitten. Oh, goede tip. Oh, het ruikt hier echt naar verbrande suiker. Ja, wat gek. Oké, we kunnen bijna beginnen. Nou, hoe kan je wachten, schat? Nee, serieus. Jij mag geen cakeje eten. Nee, ik heb er zin in. Oké, let's go. Oké. Pak een cake. Goed zo. Pak... Nee, dat kan ook niet. Cake is Engels. Pak het cakeje. Is cakeje Nederlands? Pak de muffin. Muffin is ook Engels. Pak de deeg. Het is geen deeg meer. Pak het dingetje wat hierin zit. Pak het. Pak het. Wat gaan we doen? Ik ga de glazuur op doen. Wat ga jij doen? Ja, nou, ik ook. Wat moet ik anders doen? Jij doet dingen graag anders, toch? Ja, dat klopt. Nee, oh my god. Wiep, wiep. Ik hou van heel veel glazuur. Wiep. Mag ik ook nog? Ja, jij mag ook nog. Eén hapje van en je moet meteen naar de tandarts. Ja, bij jou keek je wel. Ja, jee. Zo. Oké, maar het is nog niet klaar. Je moet hem nog versieren. Wat ga je erop doen? Ik denk dat ik geel doe. Poedersuiker. Dat zit er al op. Met water. Dat zit er al op. Volgens mij hangt er nog iets aan mijn hoofd. Een strikje. Oh. Wat moet ik nu doen? Schat, versier het. Maak het mooi. Doe er iets leuks mee. Oh. Kijk nou hoe schattig. Oh, ik zit helemaal onder het water. Kijk hoe schattig. Dat is goed gelukt. Maar ik weet niet of hij lekker smaakt. Nee, jij denkt dat dit... Kijk, deze vulkaan. Dit is gewoon een vulkaan. Pas op, het gaat nu lekken. Oh. Ik ben heel benieuwd wat je daar nog van gaat bakken. Oh, kijk. Deze is leuk. Dit is het. Ja, gewoon lekker simpel. En je gaat niet nog iets van dit eroverheen doen? Nee, simpel, maar lekker. Ja, jullie vinden dat ik gewonnen heb, dankjewel. Is er iemand die volgende Pasen met mij paascupcakes wil maken? Nou, ik vind dat ik het hartstikke goed doe. Kijk, hier. Mannetje. Oh nee, vrouwtje. En dan... Hop! Hey! Zie je, mannetje en vrouwtje. En wat heb jij? Een of andere gekke Fransman met croissants. En een huppeltutje als ei. Maar is ook leuk. Wat ga je nou doen? Ik wil niet meer. Yes, eindelijk alles voor mezelf. Oké, wat gaan we doen? Wat kunnen we nog meer in de fik steken, mensen? Wat? Nee. Nee, klaar. Klaar! Wow! Kees. Oké, jongens. Denken jullie nou dat je dit beter kan? Of dat je dit mooier kan? Of dat je dit leuker kan? Die kans is vrij groot, want Enzo heeft het aardig verpest. Zorg dan dat je het deelt op Instagram met ons. Tag ons in je bericht. En wie weet win jij dus het Knolpower t-shirt. Laat mij even het Knolpower t-shirt. Woppa!
het mooie knolpower t-shirt. Dus, zorg dat je dat doet voor 1 april. En ik ga ook even wat foto's liken. En ik denk jij ook, hè? Ja, ja, ik ga sowieso liken. En ook op deze video alsjeblieft. Als jullie liken op deze video, liken wij jullie Instagram foto's. Op deze vlog alsjeblieft, want kijken is liken. En kan je nou iets moois maken dan dit, wat heel moeilijk is, dan doe het. Oh ja, ik zou zijn kop nog eten. Kijk. Ik zei toch dat je kop eraf ging? Nu heb je niks meer te zeggen. En nu komt natuurlijk nog het allerleukste. Daar heb ik echt super veel zin in en dat is alles opruimen. Oh, dat wordt leuk. Gelukkig heb ik daar een trucje voor. Let maar op. Hoppa, opgeruimd. Ik wil nog wel eventjes zeggen dat met dat poedersuiker en dat vuur is hartstikke leuk. Maar doe het alsjeblieft niet thuis na, want dan krijg ik gezeik. Zo van Enzo is geen goed voorbeeld. Maar ik doe het zodat jij het niet hoeft te doen, dus laten we dat erin houden. Dankjewel. Dit is zo schattig om te zien. Sok heeft de plek ingenomen van D. Ja, want als D er niet is, dan ga jij lekker op de kussen liggen. Oh, was je aan het slapen, Sokje? Of val je elk moment in slaap? Lig lekker in bed, hè, lekker te chillen. Ze ligt gewoon op het kussen van D. Ja, mooi ben jij. Kijk dat pootje ook, hè, daar. Over de eigen staart. Echt super schattig. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik wil nog eventjes iets zeggen. Jullie weten het, hè? 1 april om 5 uur. Weet je het nog niet? Klik dan even op het linkje in de beschrijving. Vergeet niet te abonneren op dat kanaal. Ik zie jullie dan. Bedankt voor het kijken. Tot morgen om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace. Knol power!